In deze video laten wij jou zien hoe jij binnen no time jouw grijze dak omtovert tot een groen dak. Met de Sedum cassettes van Woonbewust is dit een fluitje van een cent. Voordat je begint is het handig om een paar zaken voor te bereiden. Zorg er allereerst voor dat je een bezem, een mes, een paar werkhandschoenen, stoffer en blik en een rolmaat klaar hebt liggen. Vergeet ook niet om kleren aan te doen die vies mogen worden. Wij zorgen ervoor dat de Sedum cassettes, het grind en de wortelwerende folie bij jou thuis worden geleverd. We beginnen met het schoonvegen van het dak. Het verzamelde afval kun je het best met een stoffer en blik in de vuilniszak doen. Let op dat er geen afval in de waterafvoer komt. Nu we de juiste voorbereiding hebben getroffen, kunnen we beginnen. We starten met het plaatsen van de wortelwerende folie. Deze folie leveren wij standaard mee en zorgt ervoor dat het dak niet beschadigd raakt. Rol deze folie uit op het gehele dak en snijd deze bij waar nodig. Zorg ervoor dat de folie minstens 15 cm overlap heeft. De volgende stap is het plaatsen van de Sedum cassettes. Zorg er bij het plaatsen van de cassettes voor dat er tenminste 10 cm aan de randen overblijft. Deze ruimte gebruiken we straks om het grind in te strooien. Nu gaan we de cassettes plaatsen. Leg de eerste cassette in de hoek van het dak. Leg vervolgens de overige cassettes strak tegen elkaar aan totdat het dak bedekt is. De cassettes zijn het makkelijkst te plaatsen als het dak een rechte afmeting heeft. Is dit niet het geval, dan kan je de cassettes bijsnijden. De klus is alweer bijna geklaard. Een bladvanger voorkomt dat er grind of bladeren in de regenpijp gaan zitten. Plaats deze op het dak, op de plek waar het water wegstroomt. In de overgebleven randen strooien we het grind. Het grind zorgt ervoor dat het sedum je dakrand niet beschadigt. Daarnaast zorgt het voor een goede waterafvoer. Let op, sta nooit met je rug naar de dakrand wanneer je het grind plaatst. De laatste stap is het besproeien van je nieuwe groen dak, zodat de planten kunnen wortelen. Besproei per vierkante meter voor ongeveer 30 seconden. Als het binnen 24 uur regent, kan je deze stap overslaan. We zijn alweer klaar. Gefeliciteerd! Je hebt zelf een groen dak aangelegd. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan het Woonbewust team. Meer informatie over groene daken vind je op woonbewust.nl. Vergeet ons niet te volgen op onze socials voor tips en nieuws over groen daken en duurzaam wonen.